Dit waren dagenlang de enige beelden van koning Mohammed VI na de dodelijke aardbeving van vrijdagnacht. In crisisvergadering met zijn ministers en generaals, maar geen toespraak, geen bezoek aan de getroffen gebieden. Vandaag in de late namiddag kwam hij dan toch buiten en bezocht hij een ziekenhuis in Marrakesh. Maar waarom duurde het zo lang voor de koning buiten kwam? Je ziet ook dat in het algemeen de afgelopen 20 jaar tijdens zijn regeringsperiode hij geen spontane monarch is. Dat hij nooit spontane interviews geeft, ook zich niet spontaan mengt bij dit soort gelegenheden. Het heeft er te maken met de persoon als zodanig. Paulo de Mas kent Marokko door en door. En ook de figuur van koning Mohammed VI volgt hij al decennia lang. Ik heb hem nog als kleine jongen gezien waar hij op een grote troon zat. Waar hij naast zijn vader Hassan II naar een militaire parade keek. Samen met zijn broer in kleine militaire uniformpjes. Dat was mijn eerste blik op de jonge koning. En ik heb hem altijd gevolgd. Kroonprins Mohammed, hiernaast zijn vader, koning Hassan II. Hij zou zijn vader opvolgen bij diens dood in 1999. Een koets brengt de koning naar de Alfes-moskee voor het traditionele vrijdaggebed. Religie is voor de koning van groot belang. Mohammed VI dankt immers een groot deel van zijn macht aan de islam, als verre afstammeling van de profeet Mohammed. Als persoon is duidelijk een hele andere als zijn vader, veel meer hervormingsgezind. En zeker in het begin heeft hij opening geboden aan de Marokkaanse samenleving en de politiek. Je zou kunnen zeggen, toen hij aantrad in 1999, begon de Marokkaanse lente, een frisse lentegeur. De sfeer in de bevolking was heel goed. Je verwachtte een openheid, niet meer de jaren van lood van zijn vader. Hij heeft hervormingen in gang gezet, maar gaandeweg zie je dus dat, hoewel hij als persoon duidelijk anders is dan zijn vader, in de uitoefening van de macht van de koning, uiteindelijk in het tweede decennium meer het trekken van zijn vader heeft gekregen. Het regime begint wat meer te lijken van een autocratisch regime. Ik leg altijd mijn studenten uit dat het Marokkaanse koningschap op vier pijlers, vier kolommen is gebaseerd. De vier K's, zoals ik het noem. De kroon, hij is constitutioneel monarch. De knoet, de knuppel. Hij is legerleider, hoofd van de politie. Hij beheerst ook de kassa, de knip, het economisch leger. En de belangrijkste stut onder zijn regime is de Koran. Hij is ook hoogste religieuze leider. Het is lang niet de eerste keer dat de aarde beeft in Marokko. Deze beelden uit Agadir spreken voor zichzelf. Bij de grote aardbeving in Agadir in 1960... de hele stad verwoest, 15.000 doden, zie je dat de toenmalige koning, zijn grootvader en zijn vader Hassan, waren na twee dagen ter plekke, liepen rond in het puin en gaven dus uiting aan de bevolking dat de natie, dat de staat ook zeg maar oog had voor hun noden. Ook in 2004 was er een zware aardbeving in Al Hoceima, meer dan 600 doden. Toen was koning Mohammed al aan de macht. Al Hoceima zie je dat de huidige koning pas na 3 dagen verscheen in het gebied. En vandaag kwam de koning dan ook ter plekke, na 4 dagen. Wat betekent dat voor zijn populariteit? Het zal niet direct consequenties hebben over de persoon van de koning. Maar het is weer een kras op het blazoen. Hij is natuurlijk wel het enige alternatief, laten we wel wezen. Je kunt veel zeggen over de koning, maar er is op dit moment geen alternatief in Marokko. En dat weten de Marokkanen ook. Die rol van nationale figuur zou kunnen overnemen. Dus wat dat betreft, Marokko kijkt ook naar de rest van de Arabische wereld. En telt zijn zegeningen. Zijn relatieve zegeningen.